De Rijksbegroting voor 2019 wordt vandaag gepresenteerd door de koning. En in die Rijksbegroting kun je lezen dat dit kabinet de belastingen verlaagt. Dat betekent dat gemiddeld de mensen in Nederland volgend jaar 1,5% meer overhouden in hun portemonnee. Maar daarbij moet ik wel twee dingen eerlijk vertellen. Ten eerste, die 1,5% is een verwachting en nog geen feit. De rekenmeesters die hebben dat berekend met hun economische modellen. Hoe het precies uitpakt, moeten we straks in januari afwachten. Het tweede is dat het ook nog eens voor iedereen verschillend is, want niemand is gemiddeld. Iedereen zit in zijn eigen unieke situatie. En het maakt uit of je werkt of niet werkt, of je gepensioneerd bent of niet, en of je kinderen hebt of niet. Afhankelijk van je precieze situatie ga je er meer of minder op vooruit. Gezinnen met kinderen zullen er wel tot 8% op vooruit gaan. Dat vinden we als ChristenUnie eerlijk. Gewoon gezinnen met een normaal modaal salaris, die zullen het echt het meest gaan merken. Daarnaast gaan we er ook voor zorgen dat één verdieners en twee verdieners evenveel vooruit gaan. De afgelopen jaren gingen twee verdieners er enorm op vooruit en één verdieners niet. Die kloof is groot geworden. En wij zorgen ervoor dat onder dit kabinet die kloof niet verder toeneemt. En naast al die koopkrachtplaatjes en belastingmaatregelen is natuurlijk het allerbelangrijkste dat het gewoon economisch goed gaat met Nederland. En dat betekent dus dat er ook veel mensen die nu werkloos zijn, werk gaan krijgen. Of misschien dat je promotie krijgt. Nou, wat je precies overhoudt vanaf januari hangt dus heel erg sterk af van je persoonlijke situatie.